Zo zijn we dan in de laatste bocht. Exclusive Queen die volgt en dan Drogba Apache. Halverwege de laatste bocht zijn de paarden. Four Wings River lijkt nog altijd. En die probeert dan wat weg te lopen van Monaco Royal Event als we in de laatste rechterlijn zijn. Monaco Royal Event die wordt naar buiten genomen om opnieuw te trachten de aanval te openen. Daarachter op de derde plaats Cativa Beat. Op afstand is er strijd om de vierde plaats. We zijn op weg in de laatste 200 meter. Monaco Royal Event aan de buitenzijde, aan de binnenzijde. Four Wings River naast elkaar. Maar Monaco Royal Event herneemt de leiding in de laatste 50 meter. Is het Monaco Royal Event met Danny Brouwer. Die gaat de all-the-time prijs winnen. Op de tweede plaats Four Wings River. Dan volgt Cativa Beat met daarachter Exclusive Queen. De start van de ren is over 12 minuten. Start over 12 minuten. De paarden worden in de paddock gebracht. Foto's worden gemaakt, de bloemen overhandig. En dames en heren, zo dadelijk bij de heren ronde graag uw applaus voor de winnaars Monaco Royal Event, Danny Brouwer. Bas Krijbas, wat is dit voor paard? Enorm goed paard. Ik denk dat hij iets minder kwaliteit heeft dan Christy op dit moment. Van winter was hij al heel goed en heeft tegen een hoefscheur gehad en wat ziek geweest, maar helaas staat hij weer op om. De Zweedse paard, zijn er op koersen voor hem in Zweden? Hij staat in criterium, maar we gaan niet naar zo'n vallen. Weet je, we hopen volgend jaar natuurlijk naar de derby te gaan in Jegerschoten, is niet zo ver weg. Maar ik denk dat hij alleen in Nederland staat en als hij de winst met in Frankrijk dit jaar. 30 meter, start gevallen. Paarden zijn gestart voor de all-the-time prijs en het is na de start Monaco Royal Event die leidt. Galoppade aan de start van het veld. Tennessee BLA die maakt een aardige galoppade. En als de paarden de bocht ingaan hebben we inmiddels een nieuwe leider en dat is Cativa Beat. Cativa Beat heeft overgenomen van Monaco Royal Event en op drie lengte volgt Claudio in derde positie. De vierde plaats is dan op afstand, mogen we wel zeggen. En zo zijn de paarden dan in de rechte lijn voor de tribune. En we zien dat aan de start van het veld Tennessee BLA op dit moment toch weer een galoppade krijgt. En de deelnemers zijn halverwege de rechte lijn voor de tribune. En daar komt de contra-attack van Monaco Royal Event. Die neemt over op de tweede plaats Cativa Beat. In derde positie volgt dan Claudio. Vierde is nog altijd Four Wings River. Met daarachter op de vijfde plaats Exclusive Queen. Die wordt gevolgd door de nummer 2 Drogba Apache. En op jacht naar aansluiting Tennessee BLA. En de paarden gaan nu de laatste ronde in. Met nog altijd Monaco Royal Event. Heeft de leiding hernomen. De vijf is uitgeschakeld. We roepen het extra om. De vijf is uitgeschakeld. Paarden gaan op weg naar de overkant van de baan. En het is aan de kop. Monaco Royal Event heeft de lengtevoorsprong. Cativa Beat is tweede. 1000 meter nog te gaan. Daarachter in derde positie dan Claudio. En in vierde stelling volgt niemand minder dan Four Wings River. Zo gaan de paarden aan de overkant van de baan. Met daarachter dan aan de binnenkant Drogba Apache. Dan Exclusive Queen. En we zien op dit moment Four Wings River in de overdrive. En ze zijn nu langs het lijntje van Jochems gekomen. Op weg aan de overkant van de baan richting laatste bocht. En het is daar dat Four Wings River de leiding overneemt. Four Wings River is de leider Monaco Royal Event op de tweede plaats. Op de derde plaats volgt dan Cativa Beat. Die volgt op twee lengte achter Monaco Royal Event. Daarachter in vierde positie dan Claudio. En zo zijn we dan in de laatste bocht. Exclusive Queen die volgt en dan Drogba Apache. Halverwege de laatste bocht zijn de paarden. Four Wings River lijkt nog altijd. En die probeert dan weg te lopen van Monaco Royal Event als in de laatste rechterlijn zijn. Monaco Royal Event die wordt naar buiten genomen om opnieuw te trachten de aanval te openen. Daarachter op de derde plaats Cativa Beat. Op afstand is er strijd om de vierde plaats. We zijn op weg in de laatste 200 meter. Monaco Royal Event aan de buitenzijde, aan de binnenzijde. Four Wings River naast elkaar. Maar Monaco Royal Event herneemt de leiding in de laatste 50 meter. Is het Monaco Royal Event met Danny Brouwer. Die gaat de all-the-time prijs winnen. Op de tweede plaats Four Wings River. Dan volgt Cativa Beat met daarachter Exclusive Queen.